Een skatebaan in de Bonifatiuskerk. Afgelopen zondag was daar een bonfire skate contest. Ja, het is natuurlijk een super mooie locatie om indoor te skaten. Het is eigenlijk begonnen in het programma Dordtse Koppen, wat wij uitzonden op RTV Dordrecht, wat hier opgenomen werd, hier achter op de vloer. En daar werd gesproken in het programma over de wens om hier in Dordrecht een indoor skatepark te hebben. We hebben natuurlijk een hele mooie buitenskatebaan hier en een hele hechte scene in Dordrecht van skaters. En we hebben eigenlijk naar aanleiding van die wens hebben wij gedacht dat het goed was om een keer hier intern te skaten. Het evenement is georganiseerd om jongeren tijdens de winterperiode toch een plek te geven om te skaten. Het is natuurlijk de locatie qua ambiance. Het is ook een supermooi monumentaal pand met een grote plafond. De oud-bibeloogangers weten nog wel hoe mooi het hier is. Dat horen we ook een beetje uit de skate scene, dat ze het echt leuk vinden op een oude plek waar ze vroeger veel uitgingen om daar nu te skaten. En buiten is het nu koud en regenachtig, dus dan is binnen skaten beter dan buiten. Voor 3 euro kan iedereen naar binnen. Ook is er een wedstrijd. De nummer 1, 2 en 3 die krijgen een prijzenpakket of een kledingpakket. Dat is beschikbaar gesteld door de skatemerk. En de beste trick, mag ook nog eens schoenen uitkiezen hier bij de plaatselijke skateshop. Skaters zouden het graag willen. Een indoor skatebaan in Dordrecht. Als je rond de skateshop ook hoort wat daar aan jongeren samenkomen op de skatebaan. We hebben natuurlijk verschillende organisaties die zich daarmee bezighouden om de skaters ook echt een goede plek te geven. Dus ja, ik kan me wel voorstellen dat Dordrecht echt wel een plek is dat ook een indoor skatebaan verdient. Zolang er geen indoor skatebaan is, wordt het skatecontest in de Bonifatiuskerk vaker georganiseerd. Als het succesvol is vandaag, dan willen we eigenlijk elk jaar wel in de winterperiode, iets meer in januari dan in de winterperiode, zouden we heel graag deze plek beschikbaar willen stellen voor de skatescene om indoor te skaten.